Paul Verhaag, had jij een week geleden durven dromen dat je hier zou staan? Nee, absoluut niet. Het was voor mij, zoals voor velen, ook een totale verrassing natuurlijk. Eigenlijk nooit meer aan gedacht. Maar natuurlijk wel hartstikke leuk dat ik hier de komende dagen erbij ben. Van Gaal zei al in de persconferentie afgelopen vrijdag dat hij eigenlijk het hele seizoen of na je blessure zo had gevolgd. Wist je daar eigenlijk vanaf? Nee, dat was voor mij nieuw. Ik heb daar eigenlijk helemaal niet mee gekregen. Het zat ook eigenlijk helemaal niet in mijn hoofd. Ik was wat dat betreft, waren wij vol in de strijd tegen degradatie met mijn club. Ja, en heb ik daarna vakantie gevierd en ben weer begonnen. En ja, dat je dan nu dit bericht krijgt, het goede bericht zeg maar, dat je hierbij bent, is natuurlijk ja, een enorme opsteken. Je hebt een tijd geleden een aantal jaar bij Vitesse gespeeld en nu natuurlijk al een tijd in Duitsland. Dus ik kan me voorstellen dat veel fans Paul Verhaag nog niet heel goed kennen. Omschrijf jezelf eens als speler. Ja, klopt natuurlijk wel dat veel fans mij niet kennen. Ik zit natuurlijk voor het vierde jaar weer in Duitsland. Ik ben wat dat betreft een respect die natuurlijk eerst het verdedigendste mannetje moet staan. Daar word je in de Bundesliga ook wel genoeg getest. En daarnaast ben ik denk ik een speler die een goede inspelpas heeft. Die ook graag mee naar voren komt als de mogelijkheid zich voordoet. Ja goed, voor de rest kunnen anderen denk ik beter oordelen over mij. Hey, en dan de wedstrijd tegen Portugal. Deryl Janmaat die is afgehaakt, geblesseerd. Zou zomaar eens kunnen dat jij gaat spelen? Ja, natuurlijk hoop je daar spelen als je erbij komt om ook minuten te maken. Ja goed, dat zie ik de komende dagen wel. Of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren, zeg maar. Natuurlijk hoop je erop en ja, het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Ja, en stel je maakt je eerste minuten. Met wat voor gevoel stap jij dan dat veld in? Want ik kan me voorstellen, je bent bijna 30. Het is nu of nooit. Ja, inderdaad. Kijk, voor mij is het natuurlijk sowieso iets extra's. Ik had hier al niet meer op gerekend. Dus wat dat betreft ga ik mijn absolute best doen. Hopelijk kan ik een goede indruk achterlaten. Ja, en ik ga die wedstrijd in zoals ik eigenlijk die wedstrijd bij mijn club ook inga. Ik probeer mijn best te doen, mijn taak goed uit te voeren. En ja, goed, dan zien we het wel. Maar goed, eerst even afwachten natuurlijk of ik minuten ga krijgen. Natuurlijk hoop ik erop. En dan sta je tegenover Cristiano Ronaldo. Je wordt wel meteen voor de leeuwen gegooid. Ja, inderdaad. Als je speelt kom je natuurlijk tegen een van de beste van de wereld te staan. Dat is absoluut gelijk een zware kluif. Dat lijkt me duidelijk.